Goed mensen, ik was allemaal leuk dat je kijkt naar weer een servertour. Vandaag zitten we een beetje in het westen. En dus, je hebt zo'n super gave buildings. Dus dat zie ik, hele huge buildings. Zoals dit. En ziet er super awesome uit. Laten we gewoon even gaan kijken wat ze hier allemaal hebben gemaakt. Ik ga vooral even op de grond. En oh, wauw. Oké, geef hem even speed 2, want dat is wel goed. Zo, hoppakee. We gaan even kijken wat ze hier allemaal hebben. En het ziet er gewoon echt... Ik weet niet, het ziet er heel goed uit op dit map. Het ziet er echt super ziek uit. Hoe kom ik hier naar binnen? Nou, zo. Oh, dan moet je helemaal naar boven. Weet je wat? Ik kan vliegen, dus dan ga ik vliegen. En wat hebben ze hierboven? Wat zou je denken wat ze hierboven hebben? Ik denk een vuurtoren of zo. Oh, shit. Oh, serious? Wauw, ik kan helemaal niet meer vliegen. Kom op. Ja, go, 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 go. Ik geef hem wel speed 2. Zo, dan ga ik nog iets beter. Hoppakee. Oh, hier. Lees alsjeblieft alle signs. Oké. Yo, PM. Als jullie dit zien, zijn jullie cool. Ik hoop dat, dat je het een leuke toren vindt. Ah, ik vind het een super mooie toren. Zo plaats even wat bordjes hier, zodat ik kan lezen of jullie het leuk vonden. Hashtag PM Army, hashtag forever. Ik heb de finds gebruikt om omhoog te klimmen. Echt? Kan je de finds gebruiken om omhoog te klimmen? Vet. Oké, hier. Vet bro. Super awesome. Server tour. Zo, hoppakee. Dan weet je meteen dat het uit de server tour komt. Wat is hier uit? Dus je kan via finds kan je ook omhoog klimmen. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik kon het niet. Ik probeerde het. Alleen, je kan hier kan je niet zo op. Je doet zo, maar dan moet hier nog een... Of dit moet kapot. En dan kan je via zo... Op, kan je via parcours. En dan kan je omhoog. Maar in ieder geval, wat hebben ze hier? Wat is dit? Oh, dit is een farm. Wauw, super chill farm. Zo'n farm wil ik eigenlijk ook maken. Dat ziet er super awesome uit. Wat is dit? Oh, dit is zo'n hopper automatisch... hopper systeem ofzo. Hoe werkt het ook alweer? Dus ik moet hier iets in doen ofzo. Ik ga een bordje in doen. En dan gaat het waar naartoe? Oh, shit. Ja, die is nu kwijt. hier hebben ze ook een fucking vet huis. Ik vind het echt cool. En dit is zo'n hoekhuis. Daar hebben ze echt heel mooi opgewerkt. Ik ga even kijken wat hierin is. Oeh, een boog. Power 2. Je kan hier niet omhoog. Oh jawel. Nee, je kan omlaag. Maar dat willen we niet. We willen omhoog. Dat is een melon farm. Niet echt veel. Want je kan hier niet omhoog. Wat ben ik nou blind? Hier kan... Oh, hier is de appelbak. Oh ja, je kan hier omhoog. Ik ben gewoon blind. Chestruimte en super alles. Eigenlijk moesten ze hier nog een area. Om zo ongeveer zo doen. Vind ik. Want het is net nu even te hoog. Maar het ziet er wel super awesome uit. Super tof. Zo'n enchantment table. Oh, het ziet er echt super awesome uit. Dit is eigenlijk echt zijn areaatje, want hij heeft hier ook een muur omheen gemaakt. Maar nu komen we naar het insane gedeelte. Ik hoop niet dat het gaat laggen. Dus als het wel lagt, dan moeten jullie maar zelf even naartoe gaan. Want de vorige keer dat ik hier was, ging het een beetje laggen. Want het ziet er gewoon echt te geweldig uit. Het ziet er serieus gewoon geweldig uit. Ik ben hier al eerder eens geweest, server tour 3 of 4. En toen was het nog niet af. Ik beschouw nu het Chinese. Ik weet niet, ik ga het even op dit moment even in 3D kijken. Ja, ik kan wel zeggen dat het een beetje Chinese stijl is. Ik ga in F1. En dan mogen jullie... We gaan gewoon lekker rondlopen. Nee, ik ga niet in F1. Ik vind het cool. Het schijnt helemaal af te zijn. Alleen dit ziet er niet echt af uit. Dat mogen ze hier... Oh god, ja zie je. Het begint al helemaal te laggen. Het is echt sick is dit. Hier, als ik daar naartoe kijk, lag ik. En daar naartoe niet, zie je dat? Dat is gewoon echt heel erg. Ik vlieg er dan eens wel even snel overheen. Het is wel mad lag dan. Maar moet je zien jongens. Want weet je waarom het lagt? Er zijn hier overal van die dieren. Dan hebben ze echt miljoenen op één blokje gedaan. En dan gaat de server helemaal, helemaal laggen. En dat hebben ze waarschijnlijk ondergronds gedaan. Oh, het is niet voorbij. Oh nee, hier. Kijk, die animals daar die laggen gewoon echt heel hard. Als ik die niet rende, dan sta ik geen enkel probleem. Maar dit ziet er toch gewoon geweldig uit. Dit ziet er gewoon echt super en super mooi uit. Vooral dat. Ik vind dit... Ik bedoel, holy shit. Dan kom je hier zo. Gaat het helemaal lekker. Kom je hier zo, je loopt hier naar boven. En dit kan zo... Als ik dit in de kingdom had. Wauw. Dat wil ik bij... Oh, dit is niet af. Echt, wie zit dat te maken? Doc 007. Oh, dat was ook zo, hè? Alles zit aan Doc 007. Bro, Doc 007, als je dit kijkt... Zeg alsjeblieft niet dat je bent gestopt. Gast, dit is zo ontiegelijk mooi. Je hebt hier zelfs een haven nog in
in je huis. Ik bedoel, stop alsjeblieft niet. Dit ziet echt serieus gewoon super en super goed uit. En dit heeft hij denk ik allemaal in zijn eentje gemaakt. Ik bedoel, kijk dan. Eerste laag zit toch zoveel details in. Tweede laag, zoveel details. Derde laag, ook zoveel details. Vierde laag, zoveel details. Vijfde laag, zoveel details. Zesde laag, zoveel details. Ik bedoel, bro, wat wil je nog meer? Het ziet er gewoon... Oh, ik wou even hier langs. Nu ga ik alles kapot maken. Nu wilt hij niet meer doorgaan. Zo. Hoppakee. Want dit moet je niet stoppen. Hier kan je gewoon zoiets vets van maken. Dit is echt ontiegelijk gaaf. Wauw, echt never stop with this, bro. Ik hoop dat ik hier langs kan, anders lag ik misschien. En de din map is natuurlijk ook een beetje op de din map. De map zelf is allemaal helemaal uitgebreid. Dus we gaan even kijken naar een edge van een wereld. Gaan we TP, Midland, naar super water step. Oh, hij zit in een cave. Go, bro. Oh, bruh. Wat hebben we hier? Hij heeft hier, als het goed is, heeft hij wel... Ik moet wel nog goed gaan lopen. Niet hier. Hier zie ik een best wel groot village. En dit is denk ik ook net nieuw. Ja, kijk, hier zo. Dus best wel vet. Oh, super vet brug hier zo. Over... oh, vet man. Over zo'n canyon. Dat is moeilijk gaaf. Loop hier zo. Staat er iets op het bordje met vuur erbovenop. Wat zal het zijn? Welkom in Cuberum. Oh, je kan niet omhoog. Shit, hoe kunnen we hier door? Plop. Zo. Nou, waarschijnlijk als je dit doet, gaat het omlaag. Oh, shit. Shit, ik heb het kapot gemaakt. Ik klikte per ongeluk met mijn linker muisknop erop. Lever. Kom op. Oh, lever. Nou, hè. Lever 1. Kijk, zo. Oké. Ja, hij doet het weer. Maar zo. Wauw, oké. Ik wil even kijken wat dit is. Een village... Dat zweeft. Dat is wel jammer. Maar mag niet uit. Mag niet uit. Kijk, want dit ziet er wel goed uit. Oh god, die lekt het ook heel hard. Ik denk dat we binnenkort alle animals weer dood moeten slaan. Want heel veel areas, dan hebben jullie gewoon veel te veel animals neergelegd. Zoals hier. Dus waarschijnlijk heb je ze allemaal ondergronds ergens neergelegd. Of daar. Ik weet niet. Maar dan zorg dat de server, als je bij de buurt komt, dat het heel erg lagt. Of dat je een mob spawner hebt ofzo. Ik ga nog één eiland uitchecken, want het eiland ziet er best wel heel erg awesome uit. Een soort jungle eiland, maar het is helemaal kapot, om zo te zeggen. Ze hebben het helemaal uitgegraven. Een soort tegels hier zo. Kijk, dit zijn ook fucking veel dieren. Alleen, dit kan de server nog makkelijk aan. Ja, dit ziet er gewoon super awesome uit. Ik weet niet, dit is in een jungle en dan hebben ze gewoon zoiets gemaakt en het ziet er wel super leuk uit. Even kijken, wat hebben ze? Hier is een huis. Oh, kijk man, dit ziet er echt heel goed uit. Je loopt hier gewoon omhoog en je komt eerst even lekker een soort parkje binnen. Ik ga even rondlopen in een park. Wanneer komt er weer een server tour? Ik heb een paar leuke dingetjes. Oh, dan gaan we wel even in de langs Jesper. TP Midnan. En Jesper. Oké, Jesper, wat heb je? Jesper, wat heb je? Nu wil ik het wel zien. Zo. Oh, weather clear. Want het is natuurlijk wel leuk als het natuurlijk gewoon chill weer is. Wat heb je? Wat zegt hij? Yo, wat heb je? Iets met redstone. En ik weet niet wat. Dit hier? Ja. Dit hier. Dit is een automatische tree farm. What the fuck? What the fuck? Laat eens... Oh, zien. Ik wil eens zien hoe dat werkt. I really don't know. Een automatic tree farm. Waar staan die dingen dan? Maar ik heb heel veel bone meal nodig. Hier, bone meal. Krijg van mij een halve stack bone meal. Zo. Je kan hier toch geen boom groeien? Of gaat er dan alles naar achter gezet of zo? Nou. Oké, laten we zien. Laat maar zien. Een automatic tree farm. Nu ben ik zelf benieuwd. Is die af? Hallo? Oh, hier. Doe maar een beetje in de chest. Doe maar een beetje in de chest look van Root. Nou, dan zwaait niet tegen mij. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken.
Oh, het moet allemaal hierin. Oké. Okay. Oké. Okay. Speed 2. Oh shit. What the fuck? En hij krijgt ook nog de sapling. What the fuck? No way. Dat is mijn mobiel, sorry. No way. Hoe? Hier, het gaat hier door de hopper. Hopper komt in een dispenser. Die dispenser schiet het zo af. Dit zorgt er dus voor dat dit allemaal heet het zo gaat pushen. Kijk, daar gaat hij weer. Oh shit, niet genoeg. Niet genoeg boonwiel. Oh, dit mag wel. Ik vind het waarschijnlijk niet zo erg. Want dit ziet er super gaaf uit. Kom op. Kom op. En zie je, nu doet hij het niet meer. Oh. Shit. Ik ga het zelf proberen, boonwiel. Oh, hij doet het. Ah, ik ga vet van sapling. Ik ga gewoon nu een jungle sapling. Kan dat ook? Ik moet ook kunnen, toch? Ik ga een jungle sapling proberen. Go, 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 go. Soms duurt het al lang. Ja, echt zo. Waarom duurt het zo lang soms? Dat is echt heel sick. Ik denk dat het geen jungle sapling werkt, denk ik niet. Doe het nog sick zelf? Ja. Dude, dit is fucking vet. Mijn respect. Jongens, bedankt voor het kijken van deze super awesome tree farm. Als je het leuk vond. Ik ga niet op het groene duimpje te klikken. Als je zelf een tree farm wil maken of iets, dan contact even Jesper Bloem. Die weet wel hoe die dat moet fixen. Jongens, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, klik dan op het groene duimpje. En het enige wat ik kan zeggen is peace.